Welkom, ik ben Jules Kremers en ik ben hier met Theo Franken, Kamerlid voor de N-VA, om het te hebben over de Brussels-Meeting van het NAVO-parlement en natuurlijk de eenjarige verjaardag van de Russische invasie in Oekraïne. Welkom Theo. Ja, hallo, dankjewel. Jij komt van de Brussels-Meeting van het NAVO-parlement. Kan je misschien eerst kort even vertellen wat het NAVO-parlement precies is en wat ze precies doen? Ja. Dus de NAVO is uh, opgericht in 1949 met het Verdrag van Washington. Dus eigenlijk een uh, samenging tussen heel wat westerse landen na we de Tweede Wereldoorlog om uh, zich militair uh, te verenigen op een defensieve manier. Dus het is niet de bedoeling om offensief aanvallend te gaan, maar wel om, om zich gewoon te verdedigen tegen alle mogelijke uh, bedreigingen en uh, buitenlandse krachten. En in 1955 is het NAVO-parlement opgericht, dus uh, zes jaar later. Waarbij parlementsleden van alle lidstaten van de NAVO uh, jaarlijks uh, samenkomen, meermaals, om te praten over de grote veiligheidsissues. En de Brussels meeting uh, is drie dagen in Brussel op het NAVO-hoofdkwartier, waar we dus praten over ja, uh, nu vooral uiteraard de invasie uh, in uh, Oekraïne uh, van de Russische federatie. Ja, over die invasie in Oekraïne gesproken. Het is ondertussen al een jaar geleden dat de Russen uh, Oekraïne zijn binnengevallen. Wat is de situatie vandaag op het terrein in Oekraïne? Ja, dus de Russen <coughs> zijn gekomen met uh, heel veel macht en uh, machtsvertoon en heel veel militaire uh, kracht en power. Dus het is zo dat uh, zij op een bepaald moment uh, meer dan 20% van het grondgebied van Oekraïne bezet hebben uh, kunnen uh, houden. Maar daar zijn ze door toch heel wat Rus uh, Oekraïns offensief zijn ze niet in geslaagd om dat te kunnen behouden. En dus nu hebben ze ongeveer Twee keer België qua oppervlakte, bijna een kleine 80.000 vierkante kilometer. is van een 16%, 17% van het Oekraïnse oppervlaktegebied, het territorium, hebben ze nu onder Russische controle. En de laatste weken zien we weinig echte bewegingen, weinig vordering, nog langs de Oekraïnse, nog langs de Russische zijde. Er is een ongelooflijke slacht bezig rond Bakmoed. Uh, dat is een, op zich niet zo'n heel belangrijk dorp of uh, strategisch punt. Uh, maar ja, iedereen is daar wel geconcentreerd. Het geeft wel wat strategische voordelen van die stad te hebben, maar het is eigenlijk op heel die frontlinie niet zo super cruciaal. Uh, maar goed, daar zijn ze allemaal geconcentreerd. En daar heb je dus loopgraven, loopgraven oorlog. Um, zoals Passendalen, de slag om Passendalen uh, in, in de Westhoek. Dus daar trekt het heel hard op. Je hebt ook een uh, iconische foto van Bakmoed. Uh, Zwart-wit gemaakt met passendalen en het is precies dat het dezelfde oorlog is die wordt uitgevochten. Uh, dus uh, op dit moment weinig beweging aan het front, wel heel veel doden. Men spreekt over een 800 doden per dag langs de Oekraïnse zijde en meer dan 1200 Russische uh, doden of zware wonden per dag uh, aan, langs de Russische zijde. Dus Dat zijn immense aantallen, dus een heel intens, uh, ja, een heel, een, een heel bloederig conflict, een uh, loopgravenconflict wel minder gebruik ook van artillerie en zware artillerie, omdat we zien dat de voorraden zowel van Oekraïne als Rusland opgeraken ja. en we zien dus dat, dat men is uh, zuinig, dat men veel zuiniger met, uh, met uh, artillerie en met zware raketten en zo verder omspringt, um, maar dus nog altijd wel heel veel doden en uh, en zware gewonden. Ja. Uh, men zegt ook wel vaak dat zo'n conflict dan tijdens de wintermaanden, zeker door de strenge winters in Oekraïne, een beetje stilvalt en dat men dan vaak begint op te bouwen naar een groot lenteoffensief. Zien we daar al signalen van dat er een groot lentoffensief langs een van beide kampen uh, zit aan te komen? Ja, het is eigenlijk zo dat uh, men is vorig jaar is Poetin ook binnengevallen omdat het op dit moment nog bevroren is. Dus op zich de winter is niet per se negatief. Het is gemakkelijker om in de winter als de grond goed hard gevroren is om, om te kunnen oprukken. Dan kan men ook ja. buiten de normale wegen uh, en weginfrastructuur uh, opereren. Uh, maar dus men verwacht ergens ja, vanaf eind maart dat dat gedaan zal zijn, dan, dan komt de dooi. En dan krijg je eigenlijk een, een, in dat stuk van Oekraïne een, een heel modderige periode, waarbij eigenlijk alleen de hoofdwegen en de goede wegen bereid, bereidbaar zijn voor tankcolones en, en andere uh, oprukkende eenheden. Dus um, de, het momentum om nog een lenteoffensief of een, een eindwinteroffensief te doen, dat is eigenlijk nu de komende vier, vijf weken. Ja. Um, gaat dat er komen? Ik denk het niet. Uh, op dit moment zien we daar toch onvoldoende troepenbeweging voor. Uh, er zijn heel wat, langs de Oekraïnse kant zijn er heel wat beloftes gedaan van materieel. Uh, heel wat tanks uh, zijn beloofd. Hè. Je kent heel dat vooral van die Leopard 2 tanks. Het uh, State of the Art tank, Duits materiaal, waarvan er toch meer dan 100 beloofd zijn. Maar ja, die moeten natuurlijk allemaal komen. Die mensen moeten daarvoor opgeleid worden. Uh, dus je krijgt eigenlijk in een klassieke oorlogscenario krijg je eerst zwaar artillerievuur, dan krijg je een kolonne uh, tanks die oprukt en dan ook de infanterie die eigenlijk samen met die tanks die beweging maakt en die zich laat beschermen door de aanwezigheid van die tanks. Um, maar daar is natuurlijk ook heel veel exercice nodig, heel veel oefening nodig om dat uh, goed afgestemd te krijgen. En ik denk eigenlijk dat de Oekraïners daar ook nog niet klaar voor zijn. Dus langs de Rus Russische kant zie ik niet echt een lenteoffensief gebeuren. En langs de Oekraïnse kant zijn we ook nog niet klaar. Het materiaal is nog niet allemaal ter plaatse. Een deel is beloofd, maar nog niet daar. De opleidingen zijn nog niet helemaal op punt. Dus daar uh, is eigenlijk de komende weken ook nog niet direct iets te verwachten, denk ik. Um, maar het is wel de bedoeling dat men effectief verder uh, ja, toch naar een offensief gaat. En, en de uiteindelijke bedoeling is wel dat, er, uh, ja, dat, 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 dat Oekraïne wint natuurlijk. Die tanks hè, is natuurlijk een onderdeel van de Europese en de NAVO-steun die gegeven wordt aan Oekraïne. Welke rol speelt België in het steunverlenen aan Oekraïne? Um, beperkt. Uh, België heeft uh, niet alleen bespaard op defensie tot op. Als je bespaart, heb je eerst het vet dat van de soep gaat. Uh, en dan heb je natuurlijk de spieren en dan heb je het bot. Uh, bij België zit je eigenlijk al in het bot uh, van onze defensiebesparingen. Dus we hebben gewoon heel weinig capaciteiten, waar de Oekraïners veel mee zijn. We hebben wat helms, helmen uh, geschonken, dat zout, uh, wat uh, um, uh, fuel hebben we ge ge geschonken. Um, en dan ook wel wat uh, oude FNC's, dus oude mitrailleurs, oude uh, uh, wapens en handwapens enzovoort. Dat hebben we al wel gedaan. Maar echt groot materiaal, daar uh, moeten we passen, omdat we zelf gewoon veel te weinig hebben. En dat onze, ja, we hebben gewoon heel weinig interessants dat de Oekraïners kunnen gebruiken. En wat we hebben, hebben we ook dan nog wel zelf nodig. Dus België is zeker geen goede leerling als het gaat over steun aan Oekraïne. Daar moeten we eerlijk in durven zijn. Um, en dat heeft te maken met het feit dat men de historische blunder heeft begaan van gedurende decennia niet meer in ons defensieapparaat te investeren. in onze harde veiligheid, maar alleen maar in de zachte veiligheid. Sociale zekerheid, die in België bijzonder, bijzonder ruimhartig is. Waar ook uh, mensen van over heel de wereld op afkomen, natuurlijk. Dat zie je dan aan onze immigratie- en immigratiecijfers. Um, maar de harde, harde zekerheid, daar hebben we, ja, daar hebben we op, een, op een hele lakse manier naar gekeken. En daar betalen we nu natuurlijk een hoge prijs voor. Dus België is zeker geen, geen goede leerling als het gaat over uh, directe militaire, militaire steun. Hè. We zijn nu een jaar ver uh, in die oorlog. Wordt het een verhaal dat nog tien jaar gaat duren? Of hoe zie je de korte termijn toekomst, lange termijn toekomst van het conflict? Het zou kunnen dat het nog lang duurt. Um, zeker. Het um, Russische leger was het tweede sterkste leger van de wereld. Vooral omdat ze heel veel historische um, ja, reserves hadden, voorraden. Enorm, enorme grote depots met alle mogelijke Sovjet-materiaal, zwaar ballistisch materiaal, artillerie. Heel veel, heel veel reserves. Maar dat zijn ze eigenlijk een stuk kwijtgeraakt. Het blijft natuurlijk een heel sterk leger, uh, maar ze zijn toch wel al, al heel veel prestige verloren. Hè. Dus op vleur, puur militair technisch is dit eigenlijk totale afgang geweest het afgelopen jaar voor het, voor het leger. Um, maar ze zijn nog niet verslagen. Ze zitten daar in die loopgraven, ze hebben nog uh, ja, nieuwe mobilisatie gedaan van honderdduizenden nieuwe recruten, dus dat is volop bezig. Uh, ze zijn ook heel wat wapens aan het kopen, aan het krijgen. Iran, Zuid-Afrika, andere partners die ook nog wel. Nu wordt China ook genoemd als toch een wapenleverancier. Dus um, je moet ook begrijpen dat eigenlijk van de Russische machten. dat er ook nog heel wat machten nog quasi volledig intact zijn. De marine bijvoorbeeld, cyber, uh, space. Daar hebben de Russen nog heel veel reserve. Uh, dus nee, die oorlog kan best nog wel lang duren. Uh, de grote uitdaging voor de Oekraïners is. Dat zij het front van de, van de Russen in twee kunnen snijden en een doorgang kunnen maken tot aan de Zwarte Zee. Uh, want dan zou het wel heel snel kunnen gaan, omdat dan de Krimbrug, uh, als die dan ook genomen kan worden, dat dan eigenlijk de Krim geïsoleerd geraakt. En dan ga je misschien toch wel naar een scenario waarbij er overgave zou, zou kunnen zijn. Um, Oekraïne heeft het heel heel goed volgehouden. Uh, heeft het nu ook niet gemakkelijk, omdat er veel verliezen zijn. En omdat ja, er toch nog uh, bijkomende steun nodig is en had die. Ja, die komt wel, maar die komt misschien wel wat traag. Dus de komende maanden zijn heel cruciaal om te zien hoe dat, dat verder gaat evolueren. Ik denk wel dat het ook belangrijk is dat tanks komen en ook eventueel uh, jachtvliegtuigen. Hè. Dus die opleiding ook voor de piloten en dan jachtvliegtuigen. Om, om toch via luchtdominantie uh, die, uh, die stellingen van de Russen beter te kunnen bestoken. Uh, al is het natuurlijk wel zo dat de Russische... Uh, geschud, het, lucht, het Russische luchtafweergeschut, dat dat ja, state of the art is, heel goed is, heel performant uh, en heel uh, solide en robuust. Dus het, het is nog kijken hoe dat het verder gaat evalueren. Uh, het zou kunnen dat het een, inderdaad een lange bloedige oorlog wordt. Wat het meest negatieve is in mijn ogen, omdat van die um, bevroren conflicten of conflicten die heel lang blijven aanslepen, ja, zoals bijvoorbeeld ik heb gezien uh, Azerbeidzaan tegen Armenië over Nagorno-Karabakh. Ja, ...dat dat toch altijd wel vroeg of laat opnieuw tot zware incidenten leidt... ...en, en opnieuw oorlog en, en opnieuw geweld. En dat moeten we proberen vermijden, omdat op zich Oekraïners en, en Russen... ...dat zijn twee Slavische volkeren die zouden moeten kunnen overeenkomen. Uh, ze hebben heel veel geschiedenis, heel veel taalkundig en zo verder gemeen. Dus er is niks dat in de weg staat dat die Slavische volkeren zich... ...op termijn uh, terug zouden kunnen verbroederen. Uh, dat gaat natuurlijk heel moeilijk zijn... Uh, een heel lang rouwproces en alles, en, en, en wraak- en rancuneproces zijn, maar eigenlijk moet dat wel de bedoeling zijn dat ze, dat ze terug uh, ja, broederlijk uh, met elkaar kunnen opschieten over een aantal tientallen jaren. Dat, dat moet toch de ambitie zijn. Ja. Ook opvallend, uh, de voorbije week zagen we dat Zuid-Afrika en China uh, militaire oefeningen gedaan hebben met de Russische zeemacht, denk ik. Lopen we het risico dat het ook een meer globaal conflict wordt? Ja, dat, dat China Russen steunt, ja, dat zal wel. Hè. Die, die, die kijken gewoon de katten te brom. Ik denk dat China weet dat een, 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 ja, de grootmachten van de toekomst zijn de Europese Unie, Amerika, China en Rusland. En ik denk dat zij zien dat er drie daarvan in een heel zwaar conflict verzeild zijn geraakt. Ja, dan kan dat alleen maar goed zijn voor China. En die zullen daar dan proberen uh, hun, uh, ja, hun het beste uit te halen en hun, uh, hun slag te slaan. Dus dat zal zeker wel zijn. Um, Iran, dat die ook wapens leveren, ja, dat zal wel omdat Iran ook helemaal geïsoleerd is en, en ja, aan de kant van, van het kwade staat, als ik het zo mag zeggen. Uh, Iran, het Iraanse regime is een, een verschrikkelijk regime, eh, regime. En via de Russen kunnen ze wel aan technologie geraken om aan die eh, kernbom te geraken. Hè. Dat is uiteindelijk hun doel. Zij willen ja, naar een status zoals Noord-Korea, waarbij ze dus eigenlijk met rust gelaten worden omdat ze zelf ook kernwapens hebben. Zij denken dat ze daarmee eh, hun regime overeind kunnen houden. Um, en daar kunnen de Russen natuurlijk bij helpen, omdat de Russen natuurlijk heel goede atoomwetenschappers hebben en heel veel technologie en materiaal om, om kernwapens te hebben en te maken. Um, en dan Zuid-Afrika is voor mij toch een verrassing, omdat ik vind dat um, Zuid-Afrika is een prachtig land is, een land waar ook heel veel Westerlingen wonen, uh, is altijd heel gezind geweest en ja, maakt nu helemaal de switch onder dat kleptocratisch ANC-regime richting uh, autocratische en. en ja Zelfs autoritaire regimes zoals China en Rusland. En dat is, uh, dat is bijzonder spijtig. En dus, ik heb ook op Brussels meeting heb ik ook opgeroepen om toch te kijken of dat we Zuid-Afrika niet terug in onze invloedssfeer kunnen krijgen door een partnership for peace of door andere diplomatieke inspanningen. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is dat dat wel gebeurt. Uh, heel Afrika trouwens is aan het shiften door alle mogelijke valse propaganda, aan het shiften richting Russische. Ja, Russische standpunten. En, en dat is heel spijtig, omdat Afrika wel een heel belangrijk continent is ook voor Europa. Want als daar uh, Rusland nog sterker wordt dan China uh, via Wagner-milities enzovoort en die wordt nog instabieler en corrupter, ja, dan gaan er nog meer vluchtelingenstromen komen richting uh, Europa en dan gaan wij ook verder gedestabiliseerd geraken. Dus hij zou ons potentieel in de tank kunnen nemen door via het oosten de druk hoog te houden via die proxy-oorlog in Oekraïne. Um, en, en via het zuiden eigenlijk de instabiliteit met die Wagner-milities te, te doen toenemen. Uh, zodat er nog meer migratie op onze, op onze ja, buitengrenzen komt, nog meer hoger migratiedruk. En zo proberen Europa verder te destabiliseren. Dus dat zal zeker wel zijn bedoeling zijn de komende jaren. Dus Afrika is voor ons heel belangrijk dat we daar uh, de stem in het kapitel, kapitel houden. En, uh, en daar moeten we dan ook bijkomende diplomatieke inspanningen toe leveren. Uh, en ook zeker het bestrijden van dat fake news, hè, want er is een enorme propagandamachine die bezig is in Afrika tegen ons, tegen het Westen en de westerse agenda. Dus we moeten daar heel attent voor zijn en bijkomend in investeren. Uh, en dat heb ik ook gezegd op de Brussels-meeting tegen Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, die echt uh, ja, toch wel uh, ja, heel, uh, een heel belangrijke leider is in het Westen. Ja. Net zoals de Amerikaanse president Biden heeft ook Poetin deze week. Een grote speech gegeven? Zijn er daar dingen die je zijn opgevallen? Ja, opnieuw dat het toch redelijk uh, ja, kalm is. Hè. Dus, uh, er was van alles voorspeld: uh, een officiële oorlogsverklaring, want die is er nog altijd niet. En ook nog altijd een speciale militaire operatie in Oekraïne. Uh, of of ja, of bijkomende troepenbewegingen, groot offensief. Uh, het, het, het meest belangrijke nieuws dat hem daar heeft gebracht is het feit dat zij um, zich uh, tijdelijk uh, terugtrekken uit uh, het. Uh, Nieuw start, dus de kernwapens, het verdrag voor de controle op de kernwapens tussen Amerika en de Russische Federatie. Dat is eigenlijk het enige waar dat er echt nieuws over is. Op zich is dat ook niet zo heel belangrijk in die zin. Waar gaat dat over? Dat gaat over inspecties: elkaars stok, elkaars oefeningen, elkaars materiaal inspecteren. Dus dat zal nu wel stilgelegd worden, dat is dan wel spijtig. Het gaat over oefeningen, controle op oefeningen en ook het meldingsplicht qua oefeningen met kernwapens. Dus dat, uh, dat is ook natuurlijk wel beter als het er wel is, dat we weten wanneer wie juist wat oefent. En daarnaast gaat het natuurlijk over uh, een aantal afspraken over geen bijkomende kernwapens te creëren. Maar de productie zelf uh, lijkt me niet echt voor de hand liggend. Hein? Ik denk niet dat Rusland bijkomende productie zal doen, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ze hebben al heel veel kernwapens. Die dreiging was er altijd. Um, dus um, dat lijkt me nu niet het grote, grote nieuws. Uh, dus voor mij was die toespraak eigenlijk wel ontgoochelend. Zeker omdat er in het begin door wat analisten werd gezegd: ja, nu gaan we het krijgen. Nu gaat hij de oorlog verklaren, nog bijkomend mobiliseren. Bijkomend offensief uh, aankondigen. Maar dat heeft hem tot nu toe niet gedaan. Ik vond dat hem er eigenlijk redelijk verslagen en, en gelaten bij zat. Ook heel veel van zijn officiers en hogere kaders in het publiek. Uh, ...waar, waar ja, we zagen er toch allemaal uh, niet echt happy uit. Hè? Dus uh, Poetin heeft zijn kaart echt compleet overspeeld. Hij had gedacht dat hij met het Westen met elkaar kon spelen. Um, en hij had gedacht dat, uh, dat het allemaal uh, ging lukken op een paar dagen tijd of een paar weken tijd. Maar dat is totaal mislukt. Um, en, en ja, dat sindsdien uh, heb je daar volledige uh, ja, inkomsten die enorm dalen. Die economische sancties beginnen zich echt, uh, echt wel te voelen... De inkomsten uit energie daalt enorm, uh, exportcijfer is gewoon gecrashed. De Russische economie heeft gedurende 15 jaar eigenlijk heel mooie groeicijfers gehad. Die is compleet in elkaar geslagen of in elkaar gestuikt. Een paar jaar land uh, terug internationaal. Um, heel veel doden. Um, 200.000 uh, doden en zware wonden uh, langs de Russische kant. Uh, uitzichtloosheid. Um, Finland en Zweden bij de NAVO. Uh, dus nee, ik denk dat hij uh, al heel veel spijt heeft van wat hem gedaan heeft. Als we dan na een jaar uh, de situatie eens globaal overschouwen, welke lessen moeten we dan trekken uit die Russische invasie in Oekraïne? Ja, dus uh, dat, dat Russisch leger toch helemaal niet zoveel waard is. En je ziet nu ook dat die milities, Wagener, uh, dus die, die priors in die, die baas van de Wagener-militie, die. Uh, ja, die man die, uh, die wordt maar assertiever en agressiever ook qua toon, ook naar Poetin, die heeft voor niemand bang. Uh, en, en die ultranationalistische milities en die zeerrechtse milities in, in, in Rusland die krijgen, ja, krijgen meer en meer te zeggen, wat op zich wel verontrustend is. Dus zijn, zijn positie is ook wel meer wankel um, van Poetin, dus dat, dat zeker. Um, zijn leger is echt compleet mislukt. En dus die milities, gelukkig dat hem die nog heeft, want die doen het wel nog een stuk. Uh, maar het klassieke leger is, is echt uh, een enorme flop gebleken, helemaal ten onder gegaan door corruptie uh, en door alles wat daar ja, misliep in, in de Russische federatie. Hè. We hebben dat allemaal niet zo goed in de gaten gehad, maar dat is effectief nu dat dat allemaal naar boven kwam en komt. En dat is bijzonder pijnlijk voor, uh, voor Poetin en goed nieuws voor ons natuurlijk. Uh, onze lessen zelf, voor mij is dat we verenigd moeten blijven. Um, en ja, dat we moeten investeren in onze defensie. In onze veiligheidsarchitectuur de komende jaren. Dus collectieve verdediging is een van de basisopdrachten van NAVO. Die collectieve verdediging moet veel scherper gesteld worden. Hè. En dat betekent dus dat ook dat wij meer gaan moeten investeren in defensie dan de 1% of 1,2 of 1,4% dat we nu beloven. En dat we moeten stoppen met onze naïviteit. Hè. Wij kunnen het niet aan dat wij een minister van Defensie hebben die, die op TikTok en op alle mogelijke Chinese spionage leuke filmpjes zit te posten. Terwijl dat wij een cyberaanval hebben gehad van China uh, op defensie. Uh, dat, is, dat is van een ongelooflijke lichtzinnigheid. Um, dat is allemaal weer grappig en leuk. En, uh, maar dat is eigenlijk totaal niet meer grappig en leuk. Stop met de naïviteit. Dat is net zoals die afhankelijkheid. Van dat Russische gas. Dat was allemaal uh, geen probleem. Ja, kijk, we hebben nu de boomerang keert in ons gezicht gekregen. De mensen hebben een hele hoge prijs betaald uh, in hun energiefactuur en in de inflatie betaald die nog altijd uh, trouwens. En, en ja, daarvoor um, zit er nu ook aan een slechtste budget. Uh, we kunnen geen crisissen aan, die, die steun aan Oekraïne is er gewoon te veel aan. Uh, onze budgettaire uh, mogelijkheid die is gewoon opgebruikt, er is geen reserve meer. We zitten heel diep in het rood als België. Dus we hebben nooit gebufferd, hè. dus wij moeten ook meer bufferen. We moeten meer investeren in defensie. Terug echt die veiligheidscultuur centraal zetten. Echt terug een veiligheidscultuur creëren, want die hebben we ook gewoon niet. Terug investeren in onze defensie en zien dat we ook uh, verenigd blijven. En één, dat ze ons niet op elkaar kunnen uh, spelen. Want dat is waar men op blijft uh, gokken. Met het, uh, de Russen blijven daarop gokken, ze hadden gedacht, met die prijsstijgingen, met die inflatie. Ja, dat gaat dus voor zoveel gemor zorgen in het Westen dat... De bevolking in opstand komt tegen haar leiderschap. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Uh, en en de bedoeling is dat dat ook niet gebeurt. Uh, Wanneer je wil zeggen dat je natuurlijk nog verkiezingen houdt en dat daar dan wel nieuwe regeringen kunnen komen. Maar geen grote revoluties. Dus op zich uh, is ook dat plannen van, uh, van Poetin gefaald, tot nu toe. En zullen we zien hoe dat, dat verder evolueert. Hartelijk bedankt Theo voor je heel erg duidelijke uitleg. We volgen het zeker verder op. En u bedankt voor het kijken en het luisteren, en tot de volgende keer.